Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom gaan we niet nog een keer naar een onstage production? Want ze hebben een geweldige samenwerking samen met dansschool Flexin, om het goed te zeggen. En dit keer presenteren ze Odyssey. En vandaag zijn Joelle en Arsenio hier en ze gaan me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Joelle. Hi Guru, hoe gaat het met je? Goed met jou. Hi go. Mooi, je stem is nog steeds zo. Ik zeg het je boy, maar ja. We gaan het laten werken. We're gonna let it work. Hi Arsenio. Hi Jelena. Hoe gaat het met jou? Better and better. Better and better. Of better than better. Better and better and better, better and better. Oké, okay. die ga ik houden. Oké, okay, jullie zijn bezig geweest, want er is weer een nieuwe productie. Yes. So, give me the tea. Alright, giving you the tea. Yeah. Dit is een heel bijzonder project. Mm-hmm. Het is een uitwisselingsles co-creatie project. Mm-hmm. En het is voor het eerst dat dus eigenlijk ook Suriname, Fonds voor Cultuurparticipatie in Nederland, die heeft een open call gedaan. Dus dan mochten de Surinamers projecten indienen als pilot project. En hopelijk als dat goed aanslaat, dan gaan ze het verlengen, aanslaan. We beginnen alvast met het gaat goed aanslaan. Precies. En ja, dus we hebben een project ingediend. We hebben gekozen om te werken, want je moet wel dan met een Nederlandse organisatie werken. We hebben gekozen voor Flexin Dansschool Eindhoven. Daarvoor hebben we gekozen eigenlijk. Om daarmee, als het ware, kennisuitwisseling, kennisdeling en een co-productie mee te maken. Ons project is goed gekeurd. Mm-hmm. Vandaar dat we dit kunnen doen. Twee choreografen van Flexin Dansschool Eindhoven zijn nu hier momenteel in Suriname. En we zijn hartstikke druk geweest de afgelopen dagen om natuurlijk een spetterende voorstelling voor jullie in elkaar te zetten. Dus het woord danstheater, something different again. Oké, danstheater. Oké, want dan hebben we nu de danser Jawel. Die er ook bij is. Wat gaat er gebeuren? Want ik weet dat Joelle en Onstage, wanneer ze daar bezig zijn, dan zetten ze stuk als een stuk neer. Maar nu is het een fusion met dans. So, what should I expect? Nou, heel veel. Mm-hmm. Het is toch iets nieuws dat we doen. Omdat we meestal gewend zijn om personages te zetten of te dansen naar een bekend muziekstuk van een artiest. Maar dit keer is het echt de muziek, maar ook de muzikaliteit van het geheel, mm-hmm. is ook bijzonder. De choreograaf en choreografen, want er zijn meerdere, die zijn dus ook geven betekenis aan het stuk. En je moet echt choreograferen. Mm-hmm. In de zin dat... Ja, het, een beetje duidelijk. Het is niet, het uh-huh. is niet gewoon wat wij kennen van clips. Het heeft een storyline, het heeft ook abstract. Het is ook abstract. We kunnen straks ook wat iets daarover vertellen. Maar het vraagt wel dat je naar binnen gaat. En echt gaat zoeken en gaat kijken van wat kunnen we doen. Want wat het mooi maakt, het is een groep mensen. Hè? En het is niet alleen ons stage team, het zijn ook andere betrokkenen. Mm-hmm. Dus je moet toch elkaar eens vinden en toch samen gaan delen. Samen gaan sharen om toch dat tot een productie te brengen. Ja, ik hoor je. Hoe was dat proces dan? Want het zijn eigenlijk twee aparte groepen. Klopt. Two different visions, theater en dance. Daarvan moeten we fusion maken. Klopt. Hoe lang duurt dat om elkaar te vinden? We zijn al een tijdje bezig natuurlijk. Het is eigenlijk Team Suriname bestaat uit natuurlijk onstage. Mm-hmm. Waaronder mijn man in het bijzonder. Dit is eigenlijk zijn droom geweest. Mm-hmm. Hij wilde allang zo'n danstheaterproductie in elkaar zetten. En hij heeft zijn gebroeders. Arsenio is echt zijn broer ook. En daarna zijn er ook nog een paar andere broers van hem. Waarmee hij al eigenlijk weken hiervoor al eigenlijk uren hebben ze gezeten. En hebben ze gespaard over ideeën. En ja, eigenlijk om tot verhaallijn te komen, zeg maar. De structuur, de mainframe, zeg maar, te komen. En dat heeft een aantal weken zeker geduurd. Wat dit project ook nog mooier maakt, is niet alleen twee choreografen van Nederland en de gebroeders choreografen van Suriname, maar ook gewoon mijn oom,
die is helemaal uit Martinique gekomen, speciaal voor dit project. Maar ja. Mm-hmm. Ja. Mijn oom zit al 40 nog wat jaar in theater, maar is ook topmuzikant in Martinique. En hij is ook speciaal voor dit project gekomen, dus hem gaan jullie dus ook in de voorstelling zien. Mm-hmm. Dus dat is ook voor ons gewoon enorm bijzonder. Niet alleen het maakproces, maar gewoon het samen zijn, met elkaar bij elkaar komen, de koppen bij elkaar steken en dat met elkaar delen. Ook dat geheel is een hele journey. En het stuk op toneel is ook een hele journey. Dus eigenlijk, ja, it's like a reflection mirror on both sides. It's like the making part, maar ook uiteindelijk om het op toneel neer te zetten. Oké, spannend hoor. De naam Odyssey, en ik kijk ook naar die flyer. To me, dat is weer iets. We gaan in onszelf kijken als we naar het stuk hebben gekeken. Zeker. So, kunnen jullie me al iets meer daarover vertellen? Want je zei, het is een heleboel. Het is not just dance. It's the art coming into. Yes. Ik zag een spiral of DNA. De serieuze gezichten op de flyer. So, kunnen jullie me al misschien een snippet geven van what else is going to happen? Ik ga een om deze te beantwoorden. Dan ga ik aanvullen. Oké, okay, ze mag aanvullen. Wat ik zei niet zomaar het woord veel. Omdat de toeschouwer, de persoon die komt kijken, het is de bedoeling dat de persoon zichzelf ook invindt. Maar het wordt een hele beleving. Het heeft veel met het reizen, met onze reizen te maken. Mm-hmm. Dus je kan zeggen ook innerlijke reizen. En er worden bepaalde principes ook gebruikt. Zoals de elementen, waar we vandaan komen. Dus niet als mens, maar het ontstaan van existence, van het bestaan. Het ontstaan van het bestaan. Mm-hmm. En waar we naartoe gaan. Ja. Dus ik voor mezelf zie ik dus dat het, je kan het als individu zien, maar ook waar we nu zijn in deze wereld. Mm-hmm. Wat er gebeurt met de wereld. En die Odyssey, we allemaal hebben dat we daar naartoe willen gaan. Ik word nog een beetje geheim natuurlijk, voor de mensen die niet weten wat Odyssey is. Ja, volgende vraag. Ja. Maar ik wil dat zij ook aanvullen. Oké. Dus, ja. Ja, Odyssey eigenlijk, the triumph of something. Je hebt gestreden, je hebt gevochten, je bent ervoor gegaan, you didn't give up, want it is just like life eigenlijk, weet je. Je gaat door een journey van het leven, we bestaan, toch? We zijn hier op aarde. We gaan allemaal door onze eigen journeys. We vormen connections met elkaar. En daarnaast maken we ook heel veel dingen mee. Mm-hmm. Van goed tot minder leuk, tot challenges, tot dingen. Maar je blijft eigenlijk als het ware doorvechten om te overleven. Maar ook om het leven nog mooi te hebben met elkaar. Mm-hmm. En uiteindelijk bereik je het punt wel van eigenlijk een positief vooruitzicht. Mm-hmm. Het punt van, ja, don't give up en we gaan nu verder. Of een nieuw begin. Mm-hmm. We hebben het gekozen voor abstracte vorm. Omdat het ook interessant is dat de kijkers zijn eigen interpretatie ervan. Of natuurlijk gaat het een ieder anders aanspreken. Want het zal misschien te maken hebben met wat jij op dat waardoor jij op dat moment heen gaat. En dan ga jij je eigen interpretatie ervan kunnen maken. En daarvan houden wij natuurlijk. Mm-hmm. We houden ervan om onze bezoekers als het ware aan het denken te zetten ook. Maar vooral om ze ook iets mee te geven. Dat vinden we heel erg belangrijk om ook te laten zien. Mm-hmm. Maar ja, dat eigenlijk is vandaar dat hij ook zegt van, there's so much going on. Mm-hmm. Tijdens de voorstelling eigenlijk. Maar als ik het in het kort moet zeggen, is het een hele journey. It's a rollercoaster ride. Nee, ik vind het wel, ja. I love the rollercoaster rides. Je hebt highs en lows, maar aan het eind ben je gewoon van, wauw, spannend. Voor ik zou gaan naar de afsluiting, is er toch nog heel iets anders dat ook hieruit is komen rollen. Want ik wil het vertellen, maar het is altijd leuker als jullie het zelf vertellen. So what is happening after all of this? Oké, dus het project is een tweedelig project, zeg maar. Deel 1 was dus het co-creëren, kennis uitwisselen hier, zeg maar. Maar het tweede gedeelte van het project is dus dat mijn man en ik in december naar Nederland kunnen om daar bij Flex in Dansschool Eindhoven een stuk te maken met hun. Dus dat wij voor het eerst op internationaal podium kunnen creëren, is voor ons een enorme mijlpaal. Oh, something you should be proud of. Yes, very, very, very. Nee, prachtig. Alvast succes daarmee gewenst en gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, maar nu terug naar Suriname, de Odyssey. Wanneer is het? Is het gratis? Hoeveel kost het? Hoe laat begint het? Hoe gaan we het doen? Waar moet ik zijn? Odyssey, vrijdag 19 juli, zaterdag 20 juli, om 7 uur start het.
De mensen die komen weten, we beginnen op tijd. Een kaartje kost 500 SRD, is echt de moeite waard. Mm-hmm. En tickets zijn verkrijgbaar bij Onstage Performing Arts zelf. We zijn er elke middag tussen 2 uur en 7 uur 's avonds. Mm-hmm. Ja. Oké, nee, duidelijk. Als je jongen nog iets zeggen? Ja, ik wil de mensen graag uitnodigen voor dit theaterstuk, danstheaterstuk. Mm-hmm. We hebben toch wel behoefte om toch meer daarvan te zien en mee te maken. Als deelnemer... Ik ben ook in de groep van makers, mm-hmm. ervaar ik echt een soort iets dat je allang wil doen, mm-hmm. om in zo'n combinatie van mensen. Weet je, het is heerlijk, echt heerlijk om te mm-hmm. ervaren, om mensen te zien die echt eenpuntig zijn en mm-hmm. op één doel. En het doel is dat wat wij hebben ervaren, hoe wij bepaalde dingen zien nou in kunst. De performing arts te brengen. En Onstage heeft nu, als ik het mag zeggen, ik weet het niet, heeft ook nu, wat ik heb gezien, nieuwe lampen. Ja. En wanneer Rodney, haar partner, bezig is te experimenteren, is echt gewoon uniek om te zien. Dus willen we ze echt danstheater zien in Suriname, moeten ze echt dit stuk zien. Prima, perfect. To me, you captured it all in these almost 15 minutes. En ik ben excited voor jullie, dus ik wens jullie alvast 2 goede voorstellingsdagen Thank toe. Thank you so much. Ik wil jullie bedanken voor het komen. Zeker, jullie ook bedankt. Thank you for having It's us. It's always a pleasure having you guys here. En ik ben benieuwd wat het publiek ervan vindt. Kan alleen maar goed nieuws zijn. Wij ook. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Onstage bij ons in de studio. Ze hebben weer een prachtig stuk in elkaar gezet. Het is danstheater dit keer, want ze doen het samen met ons. Een dansschool in Nederland genaamd Flexin. Zoals jij op vrijdag 19 juli en zaterdag 20 juli niets te doen hebt, dan moet je gewoon direct gaan naar Onstage. Want dan presenteren zij Odyssey. It's everything you expect and more. Because it's going to be a rollercoaster ride. Een kaartje kost maar 500 SRD. Je kan ze elke dag halen bij Onstage Theater. Ze zijn er tot 7 uur 's avonds vanaf 5 uur 's middags. 2 uur middags. Thank you for the assist, girl. En haal je kaartje van mijn 500 SRD. And get the tickets and get the experience. Because it's going to be amazing. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.